Al eeuwenlang maken boerderijen deel uit van ons mooie Vlaamse landschap. Op de akkers en in de velden grazen dieren en worden granen, groenten en fruit gekweekt. Dat gebeurt met veel passie en doorzettingsvermogen van de mensen die ons van voedsel voorzien en het landbouwlandschap beheren. Jacques Verhulst is één van hen. Samen met zijn vrouw Martien baat hij in Wustwezel de biologische boerderij Het Wilaardenhof uit. Wij hebben een biologische groentekwekerij met een totaal oppervlakte van 2 hectare. Dus wij telen in de serre, voornamelijk op dit moment komkommers, tomaten en snijbonen. Toen wij bio geworden zijn, zijn we ook met de hoevenwinkel gestart. En daar zijn we dus in het kader van de winkel een groot aantal producten zelf gaan kweken om in onze winkel te kunnen verkopen. Dat zijn eigenlijk producten zoals alle koolsoorten, bloemkool, witte kool, rode kool, maar ook wortelen, maar ook soms wat ze noemen eigenlijk vergeten groenten, zoals bijvoorbeeld pastinaak en in de winter en ramenas. En zo, dat zijn artikeltjes die je in een gewone supermarkt minder snel gaat vinden, wat de mensen daar wel van naar hier willen komen. Wij verkopen eigenlijk een heel gedeelte aan korte keten. Dus we hebben een kleine hoevenwinkel en we hebben ook een paar winkels en mensen die op markten staan die van onze producten afnemen. En daarnaast hebben we nog een klein deel dat naar biologische groothandels gaat in het Mechelse. Ik wou graag als zelfstandige, met name groenteteler, dan beginnen. Omdat het is meer ontspannen, vaak buiten werken of ja, goed in de kas, maar toch met de handen werken. Ik vind dat eigenlijk beter dan een administratieve job. En dat heeft mij toe aangezet om dat hier te kopen. Door gezondheidsproblemen is Jacques nu op zoek naar een overnemer. Zo kwamen ze terecht bij Pieter van Landmobiliteit. Landmobiliteit is eigenlijk een matchmaking systeem tussen overnemer en overlater van een landbouwbedrijf in de niet-familiale landbouwoverdracht. Het is eigenlijk bedoeld voor iedereen die in de landbouw wil. Dus dat gaat van de kleine biologische CSA-boer tot het intensief veeteeltbedrijf. Iedereen daartussen kan bij ons terecht. Potentiële overlaters en overnemers kunnen zich aanmelden op de website van Landmobiliteit. Na een gesprek dat de verwachtingen van de landbouwer duidelijk maakt, wordt er op zoek gegaan naar een match die zo dicht mogelijk bij de verwachtingen van de beide partijen aanleunt. Dan gaan wij kijken welke persoon past bij een bepaald bedrijf. En die mensen brengen wij dan samen en dan gaan we kijken, passen die mensen samen qua gedachten? En dan gaan we verder aan de slag. Wij gaan vooral kijken naar de belangen van beide partijen, zowel starter als overnemer. We kijken daar naar de juiste locatie waar het bedrijf gelegen is. Is het makkelijk bereikbaar? Vergunningen kwesties, niet te kort bij natuurgebied, grote invalswegen. Naast de menselijke kant van het verhaal wordt er bij een bedrijfsovername ook gekeken naar het potentieel van een locatie. Hiervoor kan zowel de landbouwer als Landmobiliteit een beroep doen op het landbouwkompas, een instrument van provincie Antwerpen. Het landbouwkompas is een informatief en een gratis instrument dat toelaat om een inzicht te krijgen over welke activiteiten of welke types van landbouw dat er mogelijk zijn op een locatie. Dat kan interessant zijn bij de start van een landbouwbedrijf of wanneer er nagedacht wordt over welke bedrijfsmodellen dat er interessant zijn op een locatie of bij een bedrijfsovername. Ook bij wanneer gekeken wordt naar verbreding van de landbouwactiviteiten kan het interessant zijn, want het laat toe om te ontdekken van welke activiteiten, verbredingsactiviteiten er passen op een plek.
Het landbouwkompas van het Wilaardenhof toont eigenlijk een goede bereikbaarheid van de locatie hier, het Wilaardenhof, maar toont ook die ligging in een goed gestructureerd landbouwgebied. Als we kijken naar de vergunningstechnische elementen op het landbouwkompas, dan vallen vooral de hoge scores op. Wat duidt dat alle mogelijke vormen van landbouw hier kunnen ontwikkelen op deze plek. Tot slot is het bij een bedrijfsovername ook belangrijk om naar de financiële kant van het verhaal te kijken. Voor overname hebben we verschillende methoden in gedachten. We hebben onder andere contact met landgenoten. Zij willen de grond overnemen en die worden dan verhuurd voor zeg maar een vriendenprijs aan de overnemer, zodat het financieel minder zwaar is. Voor de rest hebben we natuurlijk nog de mogelijkheden om in stukjes over te nemen. En we kunnen de mensen ook nog op weg helpen een aantal jaren. Maar uiteindelijk, aan het eind van de overnameperiode, is het wel de bedoeling dat het volledige bedrijf overgenomen wordt. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om tot een bedrijfsovername te komen. Eén wens hebben Jacques en Martine wel, dat het Wilaardenhof een biobedrijf blijft. We denken dat dat een gezondere manier is. En het is ook gewoon heel goed mogelijk om met minder middelengebruik toch een goed product te kunnen kweken. Nou, we hebben ondertussen met de hoevenwinkel en de markten die we doen al een redelijk klantenbestand opgebouwd. De mensen hier in Loenhout-Hoogstraat en omgeving, die kennen het Wilaardenhof allemaal. En het zou jammer zijn dat die inspanning van al die jaren eigenlijk zomaar verloren ging door te zeggen, nou sluiten we en nou stop het. Dus via deze weg zouden we dan een oproep willen doen aan mensen die geïnteresseerd zijn om ons bedrijf over te nemen en verder te willen uitbouwen. Heb je interesse om het Wilaardenhof of een ander landbouwbedrijf over te nemen? Of heb je zelf een bedrijf dat je aan de volgende generatie wil doorgeven? Meld je dan zeker aan op de website van Landmobiliteit. Het Landbouwkompas kan je gratis aanvragen via mail bij de provincie.